Hallo en welkom bij Super Mario Maker! In dit filmpje van Super Mario Maker gaan we kijken wat we met de bouwstenen kunnen doen. We gaan niet alle bouwstenen behandelen, we gaan alleen de bouwstenen van de eerste rij behandelen in dit filmpje. In andere filmpjes gaan we de andere bouwstenen doen, anders wordt het namelijk veel te lang. Nou, de eerste rij bouwstenen kunnen we hier bovenaan met het getalletje 1 terugvinden. We gaan nu kijken wat we ermee kunnen doen. We gaan het hebben over de stenen, over de vraagtekens, over de gewone blokken en over de grondblokken. Als we niks speciaals met de blokken doen, gebeurt het volgende als we het spel spelen. De stenen blokken gaan een beetje op en neer, de vraagtekens geven een muntje en de twee andere blokken doen eigenlijk helemaal niks. Maar als we wat spullen toe gaan voegen aan de blokken door er iets op te slepen, dan gaan ze zich een beetje anders gedragen. De steentjes houden verborgen dat er iets in zit. Bij de vraagtekens weet je dat er wat in zit, maar je weet niet wat er in zit. En bij de andere kan je niks erin zetten. Nou, wat gebeurt er nou precies? Laten we eens gaan kijken. Je ziet dat de steentjes zelfs nog iets extra's bijzonders hebben. Als je namelijk een grote Mario wordt, gaan ze kapot als je ze gebruikt. En er zitten heel veel meer muntjes in dan bij de vraagtekens. Dat is natuurlijk wel extra bijzonder. Naast de grondblokken hebben we natuurlijk ook nog een paar andere blokken. En die hebben we al een beetje gezien, maar ik ga ze toch even apart laten zien om te laten zien wat ze doen. Het paddenstoeltje, de munt en de trampoline. Als ik het paddenstoeltje gewoon bovenop een blokje leg, dan gebeurt er iets speciaals mee. Kijk of dat muntje dat ook iets doet. En we hebben hier de trampoline die we kunnen gaan gebruiken. Zoals je kan zien, het paddenstoeltje begint meteen met glijden. Dus die is veel handiger om in een blokje te zetten. Nou, het muntje blijft gewoon staan. En met de trampoline kunnen we, als we op het juiste moment springen, heel erg hoog springen. En dit kan natuurlijk heel erg handig zijn om op die moeilijk bereikbare plekjes in je level te komen. Naast de hulpmiddelen hebben we natuurlijk ook slechterikken die we in ons veld kunnen zetten. Onder andere de groene schildpad. Als ik de groene schildpad op een plateau zet, doet hij iets bijzonders. Hij blijft lopen. Hij valt van het plateau af. En dat is natuurlijk heel erg handig in sommige situaties, maar misschien wil je dat niet. Misschien wil je wel dat hij heen en weer blijft lopen. Nou, daar is wat op gevonden. Door met het schildpadje te schudden, krijgen we een rode schildpad. En de rode schildpad gedraagt zich anders. De rode schildpad blijft op het plateau. Die blijft heen en weer lopen en die valt er dus niet vanaf. Dat is heel erg handig. Is het misschien mogelijk om met andere dingen ook te schudden? Komt er dan ook iets speciaals tevoorschijn? Het paddenstoeltje doet niks. En de Goomba? Nee, dat is niet zo leuk wat die doet. Die valt uit elkaar. En dan gaan we natuurlijk kijken naar hoe de Goomba zich gedraagt als ik hem neerzet op een plateau. En die loopt er ook gewoon vanaf. Als je een monster wilt hebben wat van een plateau afvalt, kan je dus ook een Goomba gebruiken samen met de groene schildpad. We hebben hier de plant, die heb je ook in twee verschillende soorten. We hebben de gewone plant en als we ermee schudden, hebben we de plant met de gebogen kop. Ze zijn allebei ietsje anders en we gaan hier zien wat ze nou doen. De gewone plant die gaat eigenlijk alleen omhoog happen, maar de gebogen plant die schiet vuurballen en die is dus een stuk lastiger om in je veld neer te zetten. Tenminste niet lastiger voor jou, maar lastiger voor de speler die het moet gaan doen. Als laatste bouwsteen van de bovenste rij kijken we naar de buis. De buis is speciaal, daar kan je namelijk extra veel dingen mee doen. Je kan er onder andere monsters in plaatsen. En hier plaatsen we een Goomba erin. En zoals je ziet, hij blijft ze eruit gooien. Dit kan heel handig zijn als je heel veel vijanden aan je level wilt toevoegen zonder dat je ze zelf erin moet plaatsen. Nou, wat kunnen we nog meer in de buis plaatsen? We kunnen er een rode schildpad in plaatsen, maar als die naar boven komt zie je dat die niet van de buis afloopt. Dus de buis gooit er maar eentje uit. En dat is niet zo handig, dat is eigenlijk niet wat we willen. Nou, wat gebeurt er als we nou een groene erin doen? Als we een groene erin doen, zien we dat hij hetzelfde doet als met de Goomba's. Er blijven schildpadden uitkomen. En dit is natuurlijk wel weer handig. Het is weer een ander soort vijandje dat je er in je spel kan plaatsen op deze manier. Erg leuk. Nou, we hebben er nog één. De plant. En die kunnen we op twee manieren erin zetten. En kijken wat hij doet.
Zoals je kan zien doen ze allebei hetzelfde. Ze gaan in de buis en ze gaan weer uit de buis. Dit maakt het wat moeilijker om er overheen te springen. En dan weet je dus ook wat het verschil daarvan is. Maar buizen hebben nog een mogelijkheid. Met een buizen kan je een subwereld maken. En die subwereld leg ik in een ander filmpje heel uitgebreid uit. En hier laat ik het heel kort zien. Je maakt een subworld door Mario op de buis te slepen. Je ziet de buis dan dikker worden en dan gaat hij automatisch naar de wereld er beneden. Daar moet je dan nog wel een paar dingetjes doen, maar als je dat hebt gedaan, heb je een extra veldje erbij waar je allemaal bonusdingen in kan plaatsen als je dat zou willen. Kijk naar mijn andere filmpje voor een veel uitgebreidere uitleg. En we gaan nu naar het laatste onderdeel kijken van wat we toe kunnen voegen en dat zijn de vleugels. Je had het waarschijnlijk al verwacht, maar ze laten je poppetjes vliegen, zoals we hier kunnen zien. En dat geldt voor een heleboel verschillende dingen. De Goombas die kunnen in één keer springen, ze volgen je als je heen en weer loopt. En dat maakt natuurlijk wel extra leuk om ze in je veld te plaatsen. Naast de Goombas kunnen we het ook op de andere monsters plaatsen en we gaan hier zien wat ze allemaal doen. De vleesetende plant die wordt een springende vleesetende plant, wat het natuurlijk een extra moeilijk obstakel wordt om in je veld neer te zetten. Deze schiet nu zelfs vuurballen op je af. Extra leuk, extra moeilijk, hartstikke leuk om in je veld neer te zetten. Het paddenstoeltje kan ook vleugels krijgen. En zoals je kan zien zweeft hij dan door je veld heen, wat natuurlijk een leuke manier is om deze paddenstoel aan je spelers aan te bieden. Het geeft een kleine draai eraan. De schildpadjes kan je ook vleugels geven en die doen dan ook nog iets heel bijzonders. De rode schildpad en de groene schildpad hebben hier samen een paar vleugels gekregen en je kan zien dat ze allebei anders zijn. De rode schildpad die blijft zweven op de plek en de groene schildpad stuitert je hele veld door. Met dit trucje kan je natuurlijk iets heel grappigs doen wat ik je nu ga laten zien. Ik heb hier wat stenen weggehaald en plaats wat rode schildpadden met vleugels ertussenin. Ik ga namelijk de schildpadden als springplank gebruiken om naar de overkant te komen. En dit is een heel leuk mechanisme om je veld een stuk moeilijker te maken, maar wel heel grappig. Nou, dat was het weer voor dit filmpje. Als je het leuk vond, geef het dan een like, abonneer je op mijn kanaal. Binnenkort komen voor de andere niveaus ook nog allemaal filmpjes, zodat je weet wat je met die blokken kan doen. Tot de volgende keer en gebruik deze blokken in je velden en kijk wat je er allemaal mee kan doen.